dames en heren, goedenavond. De kerst die is alweer bijna voorbij. En wat het weer betreft was het eigenlijk best een bijzondere kerst. We hadden de warmste eerste kerstdag van de eeuw en ook de tweede kerstdag was het erg zacht. En soms was het behoorlijk onstuimig. Nou, de komende dagen blijft het erg wisselvallig, maar het wordt ook minder zacht. Zometeen natuurlijk meer. Maar eerst gaan we eventjes terug naar vandaag. Grotendeels was het bewolkt, maar zo af en toe, vanmorgen heb ik zo even de zon gezien. En er vielen een aantal flinke plensbuien, eigenlijk de hele dag door. In het midden van het land 9 graden, dat is nog ruim boven normaal, maar geen record deze keer. En er stond een hele stevige wind vanuit het zuidwesten. Vooral vanmorgen was dat het geval. Het was aan de kust af en toe hard of stormachtig, windkracht 7 tot 8. En bovendien kwamen er flinke windvlagen voor, tot zo'n 90 kilometer per uur. En u heeft in het nieuws ook kunnen zien wat dat voor gevolgen heeft. Er was hier en daar nogal wat schade. We gaan naar de weersatelliet. En dat is een foto van vanmiddag 1 uur. Dan zie je boven het zuidoosten van Europa een heleboel bewolking liggen. Hier ligt Nederland trouwens. En die bewolking lag gisteren nog helemaal boven het noordwesten van Europa. En dan kan je nagaan hoe snel dat allemaal dan kan gaan. Nou, verder, boven het westen van Frankrijk, allemaal van die witte grijze stippen, dat zijn allemaal buien. We horen ook storingen bij. Er ligt een lage drukgebied over het zuiden van Scandinavië. Storingen over de bewolking heen. De warme lucht is ook meteen een eind naar het oosten opgeschoven. Dan ligt daar deze storing dwars over ons land heen. Daarvoor uitstroomt op dit moment al koelere lucht ons land binnen. En de lucht die daarachter zit is dan nog een klein beetje frisser. Maar die storing die trekt de komende 24 uur in oostelijke richting weg. Die koelere lucht daarachter stroomt ons land binnen. En dan komt er bij Schotland een nieuw klein lage drukgebied te liggen. Dat komt dan vervolgens de Noordzee oversteken, langs het zuiden van Noorwegen in de richting van Denemarken. Daar komt het dan zondag terecht. Het is nog niet helemaal duidelijk wat dat precies gaat doen, hoe actief dat zal zijn, maar dat moeten we dan gewoon een klein beetje afwachten. Wat daar wel duidelijk is, is dat Europa aan het afkoelen is. Vandaag nog de grens van de 10 graden nog net zo tegen ons land aan. En de grens van de 5 graden best wel nog een behoorlijk eind weg. Maar dat gaat de komende 2 dagen fors veranderen. Want je ziet die warme lucht zich helemaal terugtrekken naar het zuidwesten en naar het zuiden. En die koude lucht zich helemaal uitbreiden tot over het midden van Europa heen. Nou, wat de neerslag betreft, die zit vandaag nou zeg maar in de noordwestelijke helft van Europa, tot en met Spanje en Portugal. En die neerslag die gaat langzaam maar zeker naar het oosten wegtrekken. Dan wordt het in onze omgeving wat beter. Niet dat het helemaal droog gaat worden, dat geloof ik nou ook niet direct. Dat gaat wel gebeuren trouwens in Spanje en Portugal, althans het zuiden daarvan. En daar gaat morgen dan ook op veel plaatsen de zon schijnen, met zo'n 18 graden in de buurt van Malaga. Ook aan de Franse Riviera een graad of 13. Het wordt slecht weer in Italië en daaromheen eigenlijk ook veel regen en onweersbuien. In de bergen zal het als sneeuw vallen, veel wind ook op de Middellandse Zee, ook weer rondom Italië. Verder in de Alpen veel sneeuw, in de Balkan ook veel regen en sneeuw. Het beste is het in het zuidoosten van Europa, in Griekenland en Turkije. Want daar schijnt op veel plaatsen gewoon de zon met een graad of 16. En eigenlijk het hele noordelijke deel van Europa, de noordelijke helft van Europa, ja, is onbestendig, is regenachtig. Op veel plaatsen veel regen, op veel plaatsen veel wind trouwens ook. Aan de kusten van Ierland en Schotland, daar staat veel wind. Maar ook op de Oostzee kan het behoorlijk spoken. En je ziet aan die temperaturen, die zijn al een flink stukje omlaag gegaan. Nou, dan gaan we naar de weersatelliet. Dat begint dan woensdagmiddag om 1 uur. Dan ligt hier in Nederland onder de bewolking en een prachtig ingedraaide krul, een lage drukgebied met de kern zo'n beetje boven Ierland. Nou, dat verdwijnt allemaal in oostelijke richting. Dat is in oostelijke richting verdwenen. En dan zie je vanuit het westen een volgend lage drukgebied zich helemaal gaan ontwikkelen. Al die bewolking daaromheen en al die grijze en witte vlekken, dat zijn weer die buien die ik u straks ook al liet zien. Kunnen we nog even van wat dichterbij bekijken. Foto van vanmiddag 2 uur. Ons land onder de bewolking. Britse eilanden, ook wat bewolking, maar het is allemaal wat dunner. Daar scheen op veel plaatsen toch wel weer de zon. En kijk eens, om de Britse eilanden heen komen al die buien zo indraaien in de richting van Frankrijk. En ook bij ons, deze bewolking, dat zijn ook een aantal buien. En die trokken in de loop van de middag van het westen uit over ons land. En dat ziet u hier gebeuren. Het zijn er nogal wat. En ook op de laatste platen. Ja, het is wel hier en daar droog, maar er zijn er ook wel veel plaatsen waar er gewoon nog een aantal stevige buien aan het vallen zijn. Nou, vanavond en vannacht is dat natuurlijk ook zo. Het is wel zo dat er af en toe wat opklaringen daartussendoor ook zijn. Een graad of 4 wordt het gemiddeld. En de wind vanuit het westen, die is een beetje gedraaid. Die is in het algemeen matig. En de kust is wel vrij stevig, hoor. Er kan al best wel windkracht 6 in zitten. Dan morgen, de zaterdag, is eigenlijk een hele aardige dag, denk ik zo. Het is voor een groot deel van de dag droog.
Niet helemaal, want er blijven tijd en tijd ook buien vallen. Ik denk eigenlijk vooral in het noorden van het land dat dat het geval is. Maar zo af en toe komt ook even de zon er tussendoor met zo'n graad of 7. En in het algemeen een matige wind vanuit het zuidwesten. Die is gewoon wat minder sterk dan dat die vandaag was. Maar tijdens een bui kan nog wel een flinke windvlaag voorkomen ook. Zondag is het weer wat slechter. Dus af en toe kan er best nog wel eventjes de zon er tussendoor komen. Maar ik denk dat het gewoon meer bewolking is dan dat er morgen is. En van tijd tot tijd nog wat buien. En het zijn meer buien ook dan dat er morgen vallen. Met bovendien, nou ja, eigenlijk ook in het noorden van het land kan er nog een hagelbui tussen zitten. Ook temperaturen een graad of 6. En er is weer wat meer wind ook. En die waait dan weer vanuit het zuidwesten. En ook na morgen blijft het een wisselvallige bezigheid. Maandag, dinsdag, woensdag. Sorry, na het weekend moet ik dan zeggen. Maandag, dinsdag, woensdag. De wind die gaat wat meer naar zuidelijke richting. Is van tijd tot tijd toch weer vrij stevig, hoor. Maar de temperaturen die gaan terug naar zo'n 5 à 6 graden overdag. En het blijft van tijd tot tijd gewoon regenen. Nou, in ieder geval is er van echt winters weer nauwelijks sprake. En als u toch wat van de sfeer van de strenge winter wilt proeven, dan zou u naar de expositie Winter in Holland kunnen gaan. Die is in Hoorn in Noord-Holland. In die tentoonstelling komen allerlei facetten aan bod van onze winters in deze eeuw. Ja, zeg, de winter die is nog maar net begonnen. En hoe de rest van de winter verloopt, dat moeten we gewoon met z'n allen afwachten. Want dat kan nog echt alle kanten op. Die tentoonstelling is nog te zien tot en met 28 februari in het Museum van de 20e eeuw in Hoorn. Op de weg zijn gelukkig geen winterse problemen te verwachten. En aan het spoor en aan de weg wordt ook al niet gewerkt. Er zijn wel snelheidscontroles, maar de politie meldt alleen maar deze plaatsen. De A2, de A9, Alkmaar, Diemen in beide richtingen is dat. En de A10, dat is de ringweg Amsterdam. Maar natuurlijk wordt er ook op andere plaatsen gecontroleerd. Dat was het weer voor vandaag. Morgenavond zijn we er weer om ongeveer 7:30 en ongeveer 8:30. Hier op RTL 5 Nieuws en Weer. Ik wens u nog een prettige avond. En morgenavond zit hier mijn collega Helga van Leur.